In 2013 werd de nieuwe BMW N90 geïntroduceerd. We zijn nu 8 jaar verder en het is dus tijd voor vernieuwing. En daar ga ik je nu alles over vertellen, want hij staat hier nu, de nieuwe BMW N90. De meest ingrijpende verandering van de nieuwe BMW N90 is het kleuraanbod. Met name de optie 719 varianten zien er erg spectaculair uit. De kleurengraphics en de speciale designs zorgen voor een bijzondere N90. En de N90 Urban GS is dit jaar ook verkrijgbaar in de 40 Years Edition. Dit is een eerbetoon aan de BMW Enduro motoren van vroeger. De kleppendeksels zijn ook voorzien van een nieuw design. Verder is het gasklephuis voorzien van een retro design afdekplaat. En er is een groot gamma aan onderdelen van optie 719 leverbaar om deze motorfiets geheel naar jouw eigen smaak te customizen. Deze nieuwe N90 is standaard voorzien van LED dagrijverlichting, LED knipperlichten en natuurlijk niet te vergeten een USB-aansluiting om je telefoon op te laden. Het vermogen van de N90 is nagenoeg hetzelfde gebleven, 1200 cc, 109 pk en 116 Nm koppel. Wel levert het motorblok nu meer koppel en vooral in het middengebied. Dus wanneer je ook gas geeft, er is altijd iemand thuis. En ook voor de jonge beginnende rijder is deze motorfiets geschikt, want hij is te verkrijgen in de A2 variant. Heeft dit filmpje nou jouw interesse gewekt en ben jij benieuwd naar de nieuwe BMW N90 of wil je proefrijden? Neem vandaag nog contact op met een van onze adviseurs en ze helpen je graag verder. Graag tot ziens bij Motorplaza.